heb begrepen dat jij een van degenen bent die ervoor gezorgd heeft dat het buitenbad weer open is. Nou Gert, je zegt het goed. Een van de. We hebben samen hard gewerkt dit weekend. En vooral ook vanochtend om ervoor te zorgen dat we toch vandaag open kunnen. Klopt, ja. Goed, we hadden natuurlijk de programmering afgestemd voor volgende week. Ook met de ervaring van vorig jaar. Met name de waterkwaliteit en ook temperatuur. En dan heb je ook nog altijd natuurlijk wat randzaken die geregeld moeten worden. Maar ja, het is gelukt. Mooi. En met dit weer, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, helemaal fantastisch. Ja goed, je hoort het, Louis, het is precies 12 uur. Dus ja, het is een fantastisch begin van een hopelijk mooi zomerseizoen. En de kinderen hebben nog vakantie ook, hè? Ja, dat is dubbele winst natuurlijk. Van, ja, wat ik zeg, je hoopt natuurlijk met goed weer altijd snel open te kunnen gaan. Maar met name ook nog als de kinderen vakantie hebben, is dat zeker voor de kids dubbele winst. Ja. Wat vindt u zo leuk aan zwemmen? Alles. Echt, in één woord alles. Je hebt even je hoofd leeg. Je bent even buiten. Je hebt soms het bad voor je alleen. Heerlijk. Het is een weekje eerder, hè? Had u het verwacht? Nee. Nee. Nee, want ik was een beetje boos dat in de omstreken wel los was en Almelo niet. Want Almelo ging pas 14 of 15 mei los. Ik was een klein beetje boos. Klein beetje. Want ik zwem liever buiten dan binnen. Nou, fijn dat u nou weer uw baantjes kan trekken. Heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Ik sta hier bij twee meisjes die staan te popelen om te gaan zwemmen. Zeg even hoe jullie heten. Noralie en Valencia. En zwemmen jullie vaak? Ja. Ja. We hebben ook eigen zwempas. Eigen zwempas. En dat is die. En jullie gaan straks het nieuwe buitenbad in. En hoe vinden jullie dat? Wel heel erg leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Had er wel zin in. Ja. En volgens mij staan er nog een heleboel meer te wachten. Dus dat wordt vanmiddag lekker zwemmen, hè? Ja. Ja. Ja, ik ga nog lekker van de glijbaan.